En wat zegt Bianca ervan? Van wat? En wel, dat je dubbele nichtjes bent. Dat is toch iets speciaals, hè? Dubbele nichtjes, dat hoort ook niet alle dagen. Ik heb Bianca nog niet gesproken. Nee, ze heeft het heel druk. Wel, ik ben in ieder geval heel blij met u als mijn kleindochter. En met u als mijn schoondochter. Ik ben uw schoondochter niet. Nee, maar wanneer is dat kan komen? En ik zal u geen strobreed in de weg leggen. Ja, dat heb je al eens gezegd. Ah ja? Ja. Wel, ik zal dan tegen onze Luc zeggen dat de dames hem goed gezind zijn. Maar dat ze nu een peu occupé zijn. Wel, dan ben ik ermee weg, hè. Ik zal wel terug langs de... Rosa. Peggyke. Mama, ik kan het echt niet meer volhouden. Daar gewoon een nachtje over en morgen... Morgen? Denk je nu echt als je lang genoeg wacht dat dat zichzelf oplost? Ik ben geen kind meer dat je met sprookjes naar bedje stuurt, hè? Nee. Je bent al bijna volwassen. Mama, ik ben volwassen. Ik ben 18. Je bent een beetje overstuur van al die stress en van de examens. Hm? Mama... Goedenavond. Ik kom voor Tom. Ah, Rebecca. De aria-zangeres. Excuseer? De wat? Je weet dat dat niks met stress te maken heeft. Iedereen begint zich met ons te bemoeien. Laat ze toch doen. Ik ben dat gewoon. Wat ik van u in verwachting was. Dat ik toen allemaal heb moeten horen. Ah, wel? Dat vond het toch ook verschrikkelijk? Het duurt maar een tijdje. Uiteindelijk houden ze toch op mee. Vragen en opmerkingen. Mama, ik wil niet meer liegen. We kunnen dat niet meer langer verzwijgen. We houden onszelf en iedereen voor de zot. Iedereen is content. Luc is blij dat hem uw vader mag zijn. Florke... is content met haar nieuw kleindochter. Ja, ik ben haar kleindochter. Maar wel van de verkeerde zoon, hè. Dubbele nichtjes. Bianca is verdomme mijn halfzus. Je zou eigenlijk een keer moeten nadenken over welke stijl dat je gaat gebruiken. In je kamer zit er echt Tom. Heel, stop. Voor u. Ja, sorry dat ik stoor. Sorry, maar mijn manager zei dat je me dringend wilde spreken. Dringend, ja. Vandaar dat ik hier zo kom binnengevallen. Ja, het is niks. Ik was toch al uitgegeten. Wow, jij wilt dan geen dessert, zeker? Nee. Pa, hoe staat het met de voorbereidingen van mama's feest? Dat is lang geleden, Sterks. Ja, dat kan kloppen. Maar ik wou eens komen zien hoe dat met de Frank gaat. Met zijn winkelke. Oh, met ons gaat alles heel goed. Hé, Frank. En hoe is mijn verkamer zijn winkelke?
Och, Frank, sinds dat jij er niet weg bent, is dat dan maar half zo plezant. En dat verkammen in het ziekenhuis ligt, dacht iedereen, ah, eindelijk kunnen we zo'n normaal tempo werken. Jij weet ook hoe dat is, hè, Frank. Maar Noga Bolle, zijn dochter is teruggekomen. Ken je die nog? Ja, die ken ik nog. Leontien? Ze komt er nog altijd goed voor, hè? Enfin, waar ik eigenlijk voor kwam. Leontien die is ontvissen onder de mannen wie dat er meer vader Ambras zou kunnen nemen. Iedereen. Dat heb ik er ook gezegd, maar... Maar wat? Hij is er nagegaan wie dat er de laatste tijd zoal ontslagen is. Ai. Juist. Ai. Ik dacht dat je dat wel zou willen weten. Je weet wel waarom, zeker, hè? Ja. Ja, merci, Rudy, merci. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, zeg. Leontien die gaat er nogal op zijn. Wat wil je zeggen? Je zei ik met vakantiedagen, je zei ik met overuren. Die heeft in er een bol, heel wat. En ze heeft iemand in dienst genomen, hè? Zelf wilde ze niks regelen. Ah bon? Dan is ze niet van plan om te blijven. Dat weet ik niet. Ah bon, ik ga ermee weg. Ik ben nog onderweg naar een klant. Hoe dat? Nu nog? Ja, nu nog. Ik moet nog een prijsofferte gaan maken bij Kapsalon Rosa. Bij wie? Kapsalon Rosa? Ik snap niet hoe dat jij dat al die jaren hebt kunnen verzwijgen. Ik had geen keus. En je weet zeker dat tante Jenny... Dat weet ik heel zeker. Ze was zo zot van Frank. Ik kon haar toch moeilijk gaan vertellen. En nu ook niet. Nu is het te laat. Denkt u echt dat ze... Peggy. Als ze... Ik ben één keer zo stom geweest om met Frank naar bed te gaan. Ik wil voor die stommiteit niet mijn hele leven veranderen. Ik heb al genoeg geboet. Zou jij aan Bianca kunnen vertellen dat ze je halfzuster is? Ze zou zich kapot schrikken. Voilà. God weet waarom, maar ze is zot van haar vader. Als ze dan toren krijgt dat hij nog een kind heeft op een ander. En dan nog wel met haar tante en dat dat kind Peggy heet. Ze heeft al zoveel meegemaakt en nu deze nog. We zullen samen sterk moeten zijn. Sorry, Snuiteke. Dat ik u hierin heb meegesleurd. Maar ik zie u graag. Mijn dochter. Mevrouw, ik vond het heel lekker. Ja, verrukkelijk. Dank u, Walter. En jij mocht gerust Marian zeggen. Dat praat veel gemakkelijker. Hoe zit het met het paardrijden morgen? Bij mijn weten gaat er nog altijd door of zit je van gedacht veranderd? Nee, helemaal. Ik kijk er nu al naar uit. Morgen 2:00? Zonder fout. Lou, zou je Marian kunnen meenemen? Tuurlijk, rijdt ze paard. Nee, ze heeft het nog nooit gedaan. Waarom moeten wij mama meenemen? Wel, ik ben van plan een surprise party te organiseren voor mama. En als erbij is, dan... Ja, dan is de surprise weg natuurlijk. Geen enkel probleem, hè, Anne, toch? Nee. Als het voor een verrassing is... Ah, en toen was er koffie om alles door te spoelen. Met veel plezier, Walter. Zeg, wat kwam dat ordinair zangeresken hier doen? Wie was dat? Ordinair? Ik vond daar wel iets hebben. Ja, dat vond ik ook, ja. Walter, we gaan toch niet opnieuw beginnen, hè? Ja, dat is niet waar, hè? Dat ze dat zelfs nog eerder aan verkammen geeft dan aan mij. En dat Jenny daar niks van zegt. Straf, hè? Kalmeer dus even, Frank. Jenny heeft daar niets mee te maken. Dat is Rosa die ons dat werk niet gunt. Jij ook altijd met al die vrouwen. Mijn vrouw? En dan dacht je nog dat je eigen vrouw was. Ja, dat zal dat toch niet lang meer duren. Aha. Goedenavond. Waar heb jij zo lang gezeten? En mijn kleindochter. Oh, nee, hè. Wat zei je? Jij bent toch niet naar Bianca geweest?
En hey, hoe kan dat nu? Je zit in Groningen, 300 kilometer van hier. Wel daarom, hè? Ik ben bij Peggy geweest. Boeken, alstublieft. Stop ermee. Jongen, je moet daar fier op zijn. Ik kan niet volgen, hè? Peggy is uw kleindochter. Maar nee. Maar ja, Peggy is de dochter van onze Luc. Van onze Luc? Peggy? Dat is nu... Mooi jongen, toch zijn jij vader geworden. Is ze, papa Luc. Frank, alsjeblieft. 20 jaar geleden is ze me afgebond en nu komt hem terug en ze zitten al met weer op hem te wachten. Allee, zeg. Proficiat. Er is dus nog altijd geen verbetering. Maar ook geen verslechtering. Het blijft stabiel. Is dat een goed teken? Alle vitale functies worden nog door het lichaam zelf uitgevoerd. En dat is een goed teken. Het is alleen afwachten hoe hij weer bijkomt. En wanneer dat is... Kan ik niet zeggen, inderdaad. Volgende week, volgende maand, morgen. Dank u, dokter, dat u mij zo laat nog wilde spreken. Dat is graag gedaan. Die onzekerheid, hè, en dat wachten. Ik kan hier voor de rest bij niemand terecht, ziet u. Ik ben 4 jaar geleden thuis weggegaan. Voor het werk of zo? Ja, voor het werk, ja. Volk? Yo! Jongens, sorry, dat gaat niet. Juffrouw, Tom, dat is een andere keer. Ik laat jullie er niet in. Ja, maar wij hebben een afspraak. Ja, maar als Ingrid voelt zich niet al te best. Maar hoe, we hebben net nog gebeld. En deze afspraak gemaakt. Misschien kan mevrouw ons zelf uitleggen waarom dat vandaag niet past. Huh? Ik moet helemaal niks uitleggen. Jullie zijn alleen 5 minuten te vroeg. Ja, maar Ingrid, ik wil dat je het rustig aandoet. Hè? Harry, dit is werk. Ik ga me even aankleden. Meer kan ik nu niet zeggen. Dank u, dokter. Misschien is het beste om weer gewoon aan het werk te gaan. Juffrouw? Sorry, aan het werk? Ja, dan heeft u wat afleiding. Voorlopig kan u hier niets doen. Ik werk als stewardess. We verwittigen u in ieder geval onmiddellijk als er verandering komt in zijn toestand. Mijn vader is niet erg geliefd. Dat is wel duidelijk als ik zijn personeel hoor praten. Werken, ik weet het niet. Ik wil eerst weten wie het gedaan heeft. Zou je toch niet de politie inschakelen? Nee. Ik wil hem zelf vinden en spreken. Dat moet u weten. Ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk. Ja, die Ingrid, ik kan er wat van, hè. Het heeft anders even geduurd, eer je dat geloofde. Iedereen moet zich bewijzen. Ja, ja, maar je moet wel de kans krijgen, hè. Die krijgen we toch? Ja. Zeg, Rebecca, en wanneer krijgen we zijn kwaliteiten te horen? De demo is nog niet helemaal af. Maar ik ga akkoord met Tom zijn voorstel. Om proef te zingen. Voor zijn moeder. Ah. Sinds wanneer heeft Marianne verstand van commerciële jingles? Ja, sorry dat ik zomaar kon binnenvallen, zo onaangekondigd. Ik zie dat je bezoek hebt. Oh, dat geeft toch niks, Harry? Ja, maar als ik dat had geweten... Nee, Harry, altijd welkom. Dag, Lou Zwertvagers. Hoe? Zwertvagers. Nee, de voornaam. Ah, Lou. Lou van Louis. Lou? Ja. Klinkt goed. Ja. Aangedaan, Harry Moeijer. Dat is dan de langverwachte dokter des huizes, Anne, is ja. Het, geloof ik. Hoe was het in Carrara? Carrara? Ja. Daar ben ik niet geweest. Oeh, ik dacht dat Marianne... Enfin, doet er niet toe. Ik ben er zelf bijna geraakt, zie je, vandaar. Hé, Marianne? Ja, ja, Harry. Om een stuk marmer te gaan halen, om te kappen, hè. Heeft Marianne u gezegd dat ik beeldhouwer ben? Ah, nee. Zeg, beeldhouwer, Moeijaars, dat zegt mij wel iets. Ja? Dat is plezant om te horen. Dat beeld in de bibliotheek, dat is van u. Ja, op de eerste verdieping bij de jeugdboeken tussen de J en de K. Dat is van mij. Maar
Ja, dat is een prachtig beeld. Merci. Prachtig. Merci. Ja. Merci. Staat er wel op de verkeerde plaats? Dat geloof ik. Wist je wat ze mij beloofd hadden? Ze gingen dat ook beneden zitten aan de ingang, aan de deur, bij de trappen als ze binnenkomen. Prachtig. Heel veel licht hiervan. Waar zitten ze dat dan? Luxke, je drinkt te veel. Moeke, ik wil niet dat je daar gaat mee bemoeien. En alleen maar eens bij Rosa gaan klappen, dat is alles. Wel, dat moest je juist niet doen. Maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat moet wel raar zijn, hè? Zo ineens vader worden van een volwassen dochter. Zeg, Luc, is dat niet raar? Simon, moeide niet. Sorry, sorry. Dat is toch allemaal zever? Dat is allemaal gelul. Waar komt die trut nu nog mee af? Na al die jaren. Ja, en jij moet u zeker niet moeien. Oké, oké. Kijk, Moeke, ik zou het wel willen. Ik zou het heel graag willen. Maar Rosa wil het niet en Peggy wil het niet. Dus wat moet ik dan doen? Geef ze gewoon een beetje de tijd. Dat Peggy een beetje raar doet, dat is toch normaal, hè? Alleen een 18-jarige en een vader gaat en dan ineens staat er een voor uw neus. Geef dat kind een beetje de tijd. Heb ik ook tegen Rosa gezegd. Moeke, ik wil niet dat jij gelijk vroeger alles in mijn plaats gaat beslissen. Rosa wil niet. Ja, nu misschien nog niet. Moeder, maar... please. Sorry, ik ben een kotsbeug, hè. Salut. Frank. Er is wel het een en het ander gebeurd. Het zal hard werken zijn. Ik zal u helpen. Het is vooral dat mijn geheugen mij in de steek laat. Ik ben heel veel patiënten gewoon vergeten. Als ik de fiches bekijk, dan weet ik het wel weer. Het lijkt zo lang geleden. Uit een ander leven. Zoiets, ja. Ja. Dat is een goed teken. Ik hoop het. Anne, ik heb mij zorgen gemaakt, veel zorgen gemaakt, over uw verdriet om die mislukte verhouding met John. Mijn zelfmoordpoging? Dat is toch zo. Ik heb geprobeerd mezelf om het leven te brengen. Dat is nu niks. En zeker niet als vader om dat te begrijpen. En dus hebben we al die mensen uitgenodigd, dus hopen dat die komen nu, hè. Dat is wel een tof idee. Als ze dan al verrast zijn. Daarom dat is een surprise party. We hopen het, ja. Ah ja, je moet dan ook zeggen wat ze graag hoort. Zeg, Rebecca, en wanneer is uw demo klaar? Morgenmiddag. Ah, dan kunnen we dus aan onze campagne beginnen. Hey, wow. Als die een demo is goedgekeurd, hè. Ik denk dat je hem heel goed gaat vinden. Ah ja. En wat hebben jullie mij precies te bieden? Hm? Ah, wel... Van alles. Je kunt beginnen met een publiek op te bouwen onder de studenten. Dat is een goed begin, qua. De studenten. Het is geen gemakkelijk publiek. Ik hoop dat dat lukt. Dat hoop ik ook. Het is goed georganiseerd. Dus dat zal sowieso voor beide partijen een succes worden. Voilà. Het gaat echt veel beter met mijn papa. Ja, dat heb ik gemerkt, maar toch... Ik weet niet wat me toen bezielde. Ik was zo teleurgesteld. Ik was zo gek op John. Ik kon me een leven zonder hem gewoon niet voorstellen. En toen bleek... dat hij al een leven had met iemand anders, stortte mijn leven in. Maar dat zal me niet meer overkomen. Dat verzeker ik u nooit meer. Ik heb u nog nooit zo lang aan het woord gehoord. Ik ook niet. Het zal komen omdat ik mijn schade moet inhalen, zeker? Ja. Ik heb de laatste tijd amper met iemand gesproken. Ook niet met... Lou? Oh, jij begint toch ook niet, hè? Ah, hij lijkt me een toffe.
Dat is hij ook. Maar meer niet. Spijtig. Ik ben er nog niet aan toe. Misschien is het ook niet voor mij weggelegd. Een gelukkige relatie. Maar ja, natuurlijk wel. Je bent lief. Je bent intelligent. Je bent bevooroordeeld. Maar iedereen vindt u aardig. Maar dat is niet genoeg, papa. Dat zou dan zijn type E512, hè? Sorry dat ik u nog zo laat op pad stuur, maar het kon echt niet anders. Oh, dat is niet erg, maar. E512 met BTW. Oh, juffrouwke, zou ik haar rekenmachientje eens even mee bezigen? Merci. Het is maar voor even. Rudy, ik denk dat beter is dat je het even aan bol. Tju, Frank, jij doet mij verschieten. Wat kom jij hier doen? Ik heb dat niet graag zonder mijn duiven schieten. Allee, jong, hoe zit het? Ik had juist gedaan, hè. Ik zal het opsturen. Dan, juffrouw Frank. Wij moeten eens klappen, hè. Morgen. Ja, dat is goed. Ja, ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Ja, bedankt, hè. Tot morgen. Voilà. Ik mag morgen al gaan solliciteren. Allee, proficiat, Simon. Je hebt dat goed aangepakt. Ja, goed, hè. Maar eerst was ik bang om zo laat nog te bellen, maar die ventje vond dat helemaal niet erg. Zeg, misschien kan ik er nu al eens naartoe. Ja, je moet nu niet direct overdrijven, hè. Ja, maar gewoon om eens te gaan zien en iets te drinken en te zien hoe dat er allemaal uitziet. Ga er niet mee? Hebben ze daar elixier? Dat weet ik niet, hè. Laat maar. We hebben hier een kast vol. Luc, jij? Hebben ze daar Jack? Hier, drink een deze rap uit. Dan heb je dat al gehad. Als de chica feest, betaalde jij. Anders ik, oké? Oké. Dag, moe. Dag. Straks, hè. Leontien, is uw broer thuis? Welke? De die daar niet. Onze Frank? Nee, die is er niet. Spijtig, hè? Heel spijtig. Zeg hem dan maar dat ik weet dat hij mijn vader geslagen heeft.